Suriname. Goedenavond en welkom bij deze muzikale uitzending van het 10 minuten jeugdjournaal. De gamelan is een muziekinstrument uit Indonesië die nog vrij onbekend is in Suriname. Opa op de kendang, de enige drum. En de rest van de band op ijzeren platen die gamelan worden genoemd. Alle 8 spelers zijn nodig om de muziek compleet te maken. Ik speel bonang en hij speelt sarong. Hij slaat met een hamer en ik slaat met een stok en een touw. Ik speel banaros, dubbelslag en om het lied mooier te laten horen. Omdat de gamelan oorspronkelijk uit Indonesië komt, hebben de instrumenten ook Javaanse namen. De kinderen spelen pas 6 maanden samen, dus ze weten nog niet zoveel over hun instrument. Alles wat ze kunnen, hebben ze geleerd van ouderen. Soms schrijft oom Ronnie op het bord of opa losse. Dan kijken we ernaar en gaan we slaan. Als dat kan dan doek doek doek, dan moeten we ready zijn om een lied te slaan. We spelen bij feestjes om mensen naar binnen te roepen. En we begeleiden ook Jara Kepang. De jongens willen graag dat gamelan bekender wordt. Niet alleen in Suriname, maar ook in het Caribisch gebied. Mozart, Bach en Beethoven zijn allemaal bekende namen in de klassieke muziek. Klassieke muziek is heel belangrijk, want het is de basis voor andere muziekstijlen. Jong en getalenteerd, dat is Evita zeker. Ik ben hier gekomen voor de eindpresentatie van VRL Karamat Ali. Ik ben geweest voor de cursus en ik ben komen voorspelen voor de eindpresentatie. Klassiek is die muziek die bijvoorbeeld als voor Elise gaat. Ta na 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 ta na na na. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Genies Redan kennen jullie vast wel van haar prachtige stem en van storytelling. Maar ze heeft dus duidelijk nog meer talenten. Zoals mijn oma altijd zei, klassiek is de basis van alle muziekstijlen. Dus sowieso ben ik ook begonnen met klassiek piano. Ik heb vandaag wel jazz gedaan. Ik hou meer van jazz en blues akkoorden. Maar klassiek is toch wel de basis. Dus als je piano speelt, moet je dat kunnen. Ik vind klassiek helemaal niet saai hoor. Ik vind het juist leuk. Want je kan klassiek kan je op verschillende manieren spelen. Je kan het, weet toch, je kan een beetje gevoelens erin uitdrukken. Het is moeilijk om te beginnen omdat je alle noten uit het hoofd moet gaan leren en zo. Maar zodra je vordert, krijg je er ook meer plezier in. Dus heb je toch wel een motivatie om het te doen. Dit is de tweede keer dat de organisatie Giving Back to My Roots zo'n workshop organiseert. Deze organisatie wil jongeren vooral stimuleren om muziek te maken en om nog betere muzikanten te worden. Suriname heeft zoveel getalenteerde jongeren en het lijkt alsof ze in Suriname soms een plafond bereiken. We hebben genoeg Surinaamse artiesten in het buitenland, muzici, die talent hebben en die graag willen overdragen. Dus ik heb die twee gecombineerd. Ik laat dus een muzikant uit het buitenland halen, artiest. Die ook nog goed is in educatie, dus educatie kan geven, die laat ik dan halen. En dan organiseer ik hier workshops en masterclassen, in het bijzonder voor jongeren. Het was groot feest in de kathedraal. Afgelopen maart werd daar het 50-jarig bestaan van de Nationale Volksmuziekschool gevierd. Het was zo druk dat een groot deel van de mensen buiten moest zitten. Maar voor violiste Asabia werd het door de drukte niet extra spannend. Ik voel me geweldig. Ik voel me heel goed. Ik ben niet zenuwachtig. En ik vind het heel leuk dat ik meedoe. Ik ben 100% voorbereid. Ik heb elke dag geoefend. Niet alleen studenten van de Nationale Volksmuziekschool traden op. Er waren ook heel bekende artiesten. Ja.
Alles was zo prima gegaan en ik voel me echt heel goed. Het is geworden wat ik hoop. Dus alles is gewoon prima gegaan, zonder mislukking, zonder enig iets. Echt geweldig. Aan het eind van de avond kwamen alle artiesten nog één keer samen op het podium voor een spetterende slot. De djembe is de Afrikaanse trommel. Kinderen leren tijdens een workshop in Fort Zeelandia hoe ze op de djembe kunnen spelen. Dit is de djembe, een smalle, holle, houten trommel. Daaroverheen is er geitenvel gespannen. Als je erop slaat, komen er lage of hoge, harde of zachte, doffe of schelle tonen uit. Midden. Ik vind het een erg leuk instrument en het is inspirerend en ik ben daarvoor gekomen naar hier om het te leren spelen. Eigenlijk is het erg makkelijk. Je moet gewoon begrijpen, ja, dat is het ding, dan speel je direct. Geleerd van djembe muziek, hoe je moet met hele aanslaan, dus bas en met je half aan, een beetje van reggae muziek. Voordat je gaat spelen moet je je houding goed hebben, je drum moet je goed plaatsen. Open toon. De stichting Afumena wil dat kinderen kennis maken met de djembe en met de West-Afrikaanse dans en muziek. Toen ik klein was, 2 jaar, een jaartje, dan speelt mijn moeder en zingt ze liedjes. En zo slaat ze dan ritmegevoel in me. En zo dacht ik van, hé, dit is wel leuk voor Suriname. Heb ik alles en alles gedaan om die djembe ook voor het Surinaams kind, of naar het Surinaams kind toe te brengen. En ze te laten genieten van dit. De kennismaking van dit weekend was maar kort. Maar de kinderen willen het daar niet bij laten. Ik wil later worden een van de beste djembe muziekspelers in Suriname. Het is leuk, maar ja, doet je hand wel een beetje pijn wanneer je die halve tonen moet spelen. Djembe spelen moet je veel doen. Als je genoeg oefent, verdwijnt ook de pijn in je vingers vanzelf. Dat was het voor onze thema-uitzendingen. Hopelijk heb je genoten. Vanaf volgende week zijn er weer splinternieuwe afleveringen. Fijn weekend!